Ik denk niet dat de gemiddelde Nederlander weet wat de druk is op de zorg als je er eigenlijk niks mee te maken hebt. We weten dat het heftiger wordt en we moeten soms zoeken naar ziekenhuizen om onze patiënten kwijt te kunnen. In de zorg hebben we altijd natuurlijk mensen nodig. Als iedereen die zorg nodig heeft, willen wij zorg verlenen. Dat zit in ons hart. Alles wat je in je hebt, geef je. Je geeft geen 100%, je geeft 200%. Alles voor je medemens. Door de toename van de besmettingen is het nu echt moeilijk om dit te kunnen doen. Wordt er zelf ook altijd emotioneel van, ook nu. Elke dag als ik een COVID-patiënt instuur, dan ben ik soms wel met 3 of 4 ziekenhuizen aan het bellen. Ik heb zelfs medewerkers gehad die huilend op kantoor kwamen. Dat ze er niet mee eens waren dat ze die ene cliënt niet konden helpen. Omdat daar een gebrek aan tijd was. De collega's die vallen ook wel uit door dat als ze ziek worden. Dus de druk op onze roosters nemen enorm toe. We hebben nu niet alleen maar de strijd tegen de coronavirus, maar onze tweede grote vijand is nu desinformatie geworden. Het gaat erom dat de goede informatie bij de burger terechtkomt. Zodat mensen zelf de vrijheid hebben om te kiezen tussen wel of niet vaccineren. Of je wel of niet gevaccineerd bent. Iedereen krijgt hier een mogelijkheid tot behandeling. We zien de brandhaarden gewoon weer groter worden. En het is zo dat we soms voor de deur van het ziekenhuis moeten staan wachten voordat we naar binnen mogen. En dat voelt denk ik wel heel naar als patiënt zijn. Want dan komt het eigenlijk heel simpel op neer dat we dus 1 bed hebben voor 3 patiënten. En dan moeten we kiezen, willen we de 60-jarige, de 40-jarige of de 80-jarige op die bed hebben. En daar moet ik persoonlijk als verpleegkundige niet aan denken. Dat lijkt mij ontzettend moeilijk. Dat is een grote dilemma. Dat kan zo je oma of je opa zijn of je vader zijn. Ja, dat heeft impact op ons allemaal. Hè? Niet alleen op de verpleegkundigen, maar op alle zorgverleners in ons ziekenhuis. Ja, als mens en als huisarts, op een gegeven moment kan je er niet meer tegen. En iedereen die mag ook zijn eigen levensvragen, zijn eigen religieuze vragen ook hebben. Maar we willen ook heel graag een mooie leven ook hebben. Onze gewone leven ook terugkrijgen. Zowel op mantelzorgers als op de verzorgers is de druk al zo heel erg hoog. Door de maatregelen te handhaven. Ja, ik denk, doen, gewoon doen.